Y ahora Messi. Impresionante. Parece que el once ha protegido el balón también hasta el momento que ahora no aparece. ¡Qué buena oportunidad! Deze week ligt de nieuwste editie van FIFA in de winkels. Wij hebben de game inmiddels al een week of twee in huis en dus is het de hoogste tijd om de belangrijkste vernieuwingen en de goede en mindere punten van FIFA 13 met je door te nemen. Net als FIFA 12 ten opzichte van FIFA 11 is FIFA 13 geen revolutie, maar een evolutie. De gameplay, en daar gaat het natuurlijk vooral om, is op diverse plaatsen een beetje aangepast, maar voelt in zijn geheel niet heel erg anders als vorig jaar. De snelheid ligt wat hoger, wat vooral veroorzaakt wordt doordat spelers een bal strakker kunnen inspelen dan in de vorige FIFA's. Een verschil dat je ook wel zult merken is dat spelers een bal minder makkelijk foutloos aannemen. Zeker bij minder technische voetballers zul je regelmatig een moeilijke balaanname de mist in zien gaan. Een positieve aanpassing, want het zorgt ervoor dat je bewuster om moet gaan met je passing. Oh, and goes across. Ook merk je in de gameplay dat computergestuurde spelers om je heen tactisch wat slimmer zijn geworden. Het komt minder vaak voor dat je met twee spelers alleen op de keeper kunt aflopen, omdat verdedigers niet meer zomaar instappen als dat te veel risico met zich meebrengt. Daarnaast lijkt de computer op het hoogste niveau iets sterker geworden, met name als het gaat om het vinden van de gaatjes in jouw verdediging. Een minpunt is er echter ook, we hebben een paar keer al meegemaakt dat een speler die met je meeliep en waar je vrij makkelijk een breedtepaas aan zou kunnen geven, ineens stopte met meelopen, inhield of verkeerd positie koos en dat is natuurlijk wel een zwaktebod. Available for action if required today after being injured for several weeks. Well, he's a great weapon to come off because we know his strike record, we know how good he is in that penalty area. He's a real poacher, so give him 15-20 minutes and he might be able to come to his team's aid if needed. Verder is de gameplay dus vooral veel van hetzelfde en FIFA 12 was natuurlijk een prima game, dus daar is niet heel veel mis mee. Maar toch kan ik me voorstellen dat er veel mensen zijn die het afgelopen jaar veel FIFA hebben gespeeld, die in FIFA 13 niet echt het gevoel gaan krijgen dat ze iets anders aan het doen zijn. Je vervalt snel in dezelfde speelstijl die je al had. De wijzigingen zijn aardig, vooral passing brengt wat nieuwe mogelijkheden met zich mee, maar in de basis is er ook weer niet zoveel veranderd. Gelukkig heeft EA om de gameplay heen ook de nodige vernieuwingen doorgevoerd en daarbij ook geluisterd naar wat wensen die de fans van de serie al langer hadden. Als je even een rondje maakt door de menus van FIFA 13, zie je direct dat EA de online spelmodi flink heeft uitgebreid. Zo is head-to-head seasons helemaal losgetrokken van de rest van de game en vind je in het online menu nieuwe spelmodi zoals FIFA Interactive World Cup en Pro Club Seasons. Zoals helaas wel vaker het geval is als wij FIFA reviewen, hebben we nog niet online kunnen testen omdat er momenteel nog niemand online is. Dus daar komen we later nog even op terug. Eén klein puntje van online hebben we trouwens al wel ontdekt. In FIFA 13 is het eindelijk mogelijk om je online opstellingen op te slaan. Als jij een team kiest in head-to-head seasons en je past de opstelling aan, dan onthoudt FIFA dat. En als je dat team nog een keer kiest, dan wordt de opstelling die jij eerder hebt gemaakt automatisch weer neergezet. En dat haalt wel een hoop irritatie weg. Offline is er minder nieuws onder de zon, maar ook hier zijn wel wat vernieuwingen te vinden. Zo heeft EA de band tussen het echte leven en FIFA vergroot met Matchday. Met één druk op de knop kun je het huidige vormpeil van de ploegen waarmee jij een los potje wil spelen laten meewegen. Op basis van de resultaten in het echt veranderen dan de waarderingen van een team. Een team dat het afgelopen weekend heeft gewonnen zal er dus een paar punten bij krijgen en een team dat juist slecht presteert verliest een aantal punten. Dit is trouwens allemaal optioneel, je hoeft het niet te gebruiken. Ook in de carrière-modus heeft EA wat dingen aangepast. In de eerste plaats heb je dit keer de mogelijkheid om bondscoach te worden en als je het goed doet bij je club dan krijg je die optie al vrij snel, maar wel bij een wat minder land. De grote landen melden zich pas als je al een aardige staat van dienst hebt opgebouwd bij je club of wanneer je op internationaal niveau hebt bewezen. Een leuke extra optie, maar ook deze kun je volledig negeren als je bijvoorbeeld vindt dat de carrière-modus hierdoor wel een erg tijdrovende bezigheid wordt. Wat betreft de graphics maakt FIFA 13 vooral duidelijk dat er op deze generatie consoles weinig meer te halen lijkt. Wij speelden op een PlayStation 3 en we merkten grafisch weinig verschil met FIFA 12. En helaas geldt dat ook voor de gezichten van de spelers. EA maakte eerder dit jaar trots bekend dat er een nieuwe techniek was voor het realistisch namaken van de gezichten van spelers. De productie zou vooral sneller gaan en daardoor zouden er meer spelers nagemaakt moeten kunnen worden. Dan is het toch jammer om te zien dat het overgrote deel van de Eredivisie, ook de meeste spelers van Ajax en PSV, niet nagemaakt zijn en soms zelfs niet eens een klein beetje op zichzelf lijken.
Als de rek uit de mogelijkheden raakt, zijn dat juist details waar je nog mee kunt scoren en EA laat dat na. It's a goal and it's a superb one. How many players have they got capable of scoring? Is FIFA 13 een betere game dan FIFA 12? Ja. Diverse kleine en grotere wijzigingen in de gameplay en alles daaromheen maken FIFA 13 een betere game dan zijn voorganger. Met name het kunnen geven van een strakke paas in de gameplay, de optie om bondscoach te worden in de carrière-modus en het kunnen opslaan van je opstelling in head-to-head seasons zijn welkome verbeteringen. Toch valt ook op dat FIFA 13 voor een groot deel erg hetzelfde aanvoelt als FIFA 12 en daarbij komt dat er nog wat kleine bugs in het spel zitten en dat er opnieuw veel spelers niet realistisch zijn nagemaakt. Juist dat soort details hadden FIFA 13 naar een hoger plan kunnen tillen. Dat EA dat nalaat doet weinig af aan het spelplezier dat je in FIFA 13 alsnog wel zult beleven, maar het zijn juist dat soort puntjes waarop een game die al jarenlang bovenaan zijn genre staat, toch afgerekend kan worden. En daardoor loopt FIFA 13 net een topscore mis en blijft het spel steken op een 8,5.